Als je het nieuws over het klimaat volgt, dan lijkt het zelfs wel alsof we aan het dansen zijn op een vulkaan. Het poolijs dat sneller smelt dan verwacht. De hete, droge zomers die het nieuwe normaal zijn geworden. Zorgelijke berichten over de Hollandse wolken die dreigen te verdwijnen. Je zou er somber van worden, want dat raakt eigenlijk aan onze manier van leven. Of de planeet de mensheid kan voeden, of er gezonde lucht is voor de kinderen die naar school gaan. En of we hier veilig zijn in Nederland, in ons land dat onder het zeeniveau voor een groot deel ligt. Toch ben ik niet somber, maar optimistisch, want we staan hier nu en Nederland moet in staat zijn daar wat aan te doen. Om ons steentje bij te dragen en verstandige dingen te doen. Om te zorgen dat mensen weer zeker zijn van een veilig bestaan. Dat we de planeet door kunnen geven. En dat kan op het moment dat we maatregelen nemen die groen zijn en die eerlijk zijn en dat we het niet langer uitstellen. En daarom ben ik blij dat we vandaag praten over dit pakket. En ik wil een compliment geven aan die overmoeide meneer die daar zit, die met een cockpit veel klierende kleuters, althans zo zag het er van buiten uit, dit heeft moeten maken. Maar voorzitter, ik heb wel ook hele grote zorgen. Het pakket, alle 250 bladzijden, straalt ook een soort wensdenken uit. Er is geen doorrekening, die moet nog komen in oktober. En sommige van de voornemens lijken boterzacht. Of dan gaat het over de mobiliteitsparagraaf of die CO2-heffing, die softer lijkt ingevuld dan de doorgerekende variant. Dus ik wil graag de afspraak maken, ik wil proberen een paar dingen concreet te maken, dat als die variant niet werkt en wij zijn voor een CO2-heffing die zo goed mogelijk werkgelegenheid en klimaatdoelen combineert, dat we dan niet nog een jaar gaan treuzelen en dat we die cockpit leeglaten, maar een heffing invoeren die werkt en die doorrekeningen zijn er ook. Het tweede wat ik wil opmerken, en daar heb ik grotere zorgen over, is het kabinet praat over woonlastenneutrale maatregelen waar het gaat over de mensen thuis. En daar zijn de echte zorgen. Want als je met koopkrachtplaatjes en woonlastenneutraal bezweringsformules komt, heb je wat mij betreft nog geen antwoord gegeven op de vraag, wat betekent het voor een huurder wiens huisbaas het huis niet isoleert? En je hebt een oude woning met tocht. Je hebt veel gas nodig en jouw rekening gaat honderden euro's omhoog. Dat is niet eerlijk. En wat betekent het voor de mensen die met hun uiterste middelen een corporatiewoning hebben gekocht? Dat waren vaak de minst energiezuinige woningen. Die hebben de corporaties het eerst verkocht in de jaren 2014 tot en met 2016. En dan kan je wel zeggen van ja, er is een warmtefonds, ga maar lenen. Maar het is niet zo makkelijk om nog eens een keer 20.000, 25.000 euro te lenen. Met een investeringshorizon van wel 10 jaar. Er is ook een grote groep mensen die al duurzame energie krijgen via het warmtenet, waarbij de prijs gekoppeld is aan de gasprijs en het kabinet gaat die prijs dus verhogen. Dat is ook niet eerlijk. Dus ik wil van het kabinet duidelijke garanties, ik heb dat net al gevraagd aan de VVD, dat lukte toen nog niet, duidelijke garanties dat die gewone mensen thuis die zeggen ja het kan allemaal wel zijn, maar je gooit mijn gasprijs omhoog. Dat die gecompenseerd worden, dat daar oplossingen voor komen. En dat moet concreet gemaakt worden en dat moet snel concreet gemaakt worden. Even voor de goede orde, ik lees hier en daar, de Partij van de Arbeid zal wel voorstemmen. Politieke opmerking, ga daar niet van uit. We willen concrete oplossingen voor de zorgen van mensen. In geouwehoer kan je niet wonen. Met woonlast neutraal geouwehoer kan je de gasrekening niet betalen. Derde punt gaat over werkgelegenheid, arbeid. De Partij van de Arbeid vindt het essentieel dat nu we overgaan naar een groenere economie, dat betekent dat mensen op een andere manier moeten gaan werken en soms zelfs ander werk gaan doen, dat we daar een verantwoordelijkheid voor nemen. En die is getroffen in het kolenfonds. Compliment wat dat betreft met name voor de FNV, die daar ook hard voor heeft gevochten. 22 miljoen voor de mensen die langs de kant van de weg nog de glimlachende collega Rob Jetten aantroffen. Deze gaat dicht. Gelukkig is er nu geld om mensen te helpen. Maar we moeten eerlijk zijn, het gaat veel meer mensen raken in hun werk. En ik vind dat het kabinet daar maatregelen voor moet nemen. En ik vind dat het kabinet moet komen met een plan voor de duurzame arbeid. Dit najaar tegelijkertijd met de doorrekening. Voorzitter, tot slot. Uiteindelijk moet je in de politiek altijd kijken naar de langere termijn. Hoe kun je een samenleving verder brengen? Hoe kun je zorgen dat het rechtvaardig is? Hoe kun je zorgen dat Nederlanders zeker zijn van hun bestaan in een tijd van grote verandering? Maar ook de verantwoordelijkheid nemen om de toekomst te beschermen, om de toekomst veilig te stellen, om te zorgen dat we ook zeker zijn van een mooie toekomst. Wij hebben als een van de twee initiatiefnemers van de Klimaatwet daar een heel duidelijk standpunt over. We moeten maatregelen nemen, dat moeten we nu doen. De planeet vergt geen verder uitstel. Maar de enige manier waarop het echt gaat lukken,
is als het op een eerlijke manier gebeurt. Als het groen is en eerlijk. En dat betekent dat je mensen ten alle tijden boven multinationals moet plaatsen. En daar heeft het kabinet nog flink wat te bewijzen. Dank u wel.